Gosselin, sinds enkele jaren Gosselin Groep, is een bekende naam in de wereld van de internationale verhuizers. Ook al begon het allemaal erg nationaal en erg klein, intussen is Gosselin met hoofdkwartier in Deurne uitgegroeid tot een Europese speler van formaat. Als nationaal verhuizer zijn wij van in de jaren 60-70 met een 25-tal medewerkers ondertussen uitgegroeid tot een logistieke groep van een 650-700-tal medewerkers met 47 kantoren in 32 Europese landen. De verhuisafdeling is nu ondergebracht in de Moving Division en diverse andere activiteiten hebben we in de Logistics Division ondergebracht onder de holding Gosselin Groep. En de vennootschappen, de werkvennootschappen in de logistieke groep, die ondersteunen uiteraard de verhuizingen, omdat zij de transporten regelen, de containerterminal regelt, het vervoer over het water, douaneafdelingen, expeditieafdelingen, luchtvrachtafdelingen. Zo alles is herschikt in functionele werkvennootschappen. De Gosselin Groep beperkt zich bewust tot Europa en het verhuizen blijft de absolute core business. In eigen land, met Deurne dus als spil, is er intussen wel een logistieke poot, met sinds 2002 ook een heuse containerterminal. Op deze manier haalt de groep enkele duizenden vrachtwagens van de weg. En de terminal trekt ook andere klanten aan. We zijn begonnen oorspronkelijk met een test dus voor eigenlijk alleen Gosselin goederen. En ondertussen is dat geëvolueerd van bijna 70% externe klanten en 30% groepsvernootschappen. Gosselin meet zich intussen ook een groen imago aan. En dit resulteerde in een indrukwekkend zonnepanelenproject, goed voor een investering van 7,5 miljoen euro. We hebben in de afgelopen jaar dus een project opgestart om op dit magazijn en nog een ander magazijn, een nieuw magazijn dat we gebouwd hebben, dus zonnepanelen te zetten in samenwerking met de firma Invictus. Dus de firma Invictus heeft de investering gedaan. Wij hebben de ruimte op het dak ter beschikking gesteld en in samenwerking met hen dit project uitgewerkt. Op deze moment hebben we op twee dakoppervlaktes 18.000 vierkante meter zonnepanelen staan. Dat zijn 6.190 zonnepanelen die momenteel 1,3 megawatt capaciteit opwekken. En in een tweede fase komt er eventueel nog een stuk bij, zodanig dat we naar 2,3 zullen gaan in de totaliteit. De Gosselin Groep voelt intussen ook de gevolgen van de wereldwijde crisis. Al is en blijft men optimistisch. De zomer, de piekperiode in de moving, komt eraan. En beweging zal er altijd zijn. Van west naar oost en nu misschien opnieuw in de andere richting. Het eerste kwartaal van dit jaar hebben wij toch ook, zoals bijna overal, een zware terugval gezien in de internationale verhuizingen. Vele bedrijven kijken even de kat uit de boom en zijn aan het zien wat ze met hun expats gaan doen. Wij verwachten nu kortelings toch dat dat terug opstart, maar mogelijk in een andere richting. Dus mensen die we een aantal jaren geleden richting Oost-Europa hebben verhuisd, die zullen nu mogelijk teruggaan. Dus op de een of de andere manier bewegen ze in de ene richting of in de andere. Dus wij zien toch wel op korte termijn dat het zich moet gaan herpakken. En het zomerseizoen is sowieso in de verhuissector altijd een seizoen waar wij onze piek beleven.